Ik denk dat er drie elementen zijn. In de eerste plaats de activiteiten van ondernemers in Brabant. Je hebt echt zeer vooruitstrevende en gedurfde ondernemersinitiatieven hier. Tweede plaats de kwaliteit van de werknemers. De Brabantse werknemers zijn betrouwbaar, gemotiveerd en dat wordt ook zeer gewaardeerd. En in derde plaats de bijzonder goede samenwerking die ze hier hebben tussen overheden, kennisinstellingen en ondernemers. Eindhoven is daar een heel goed voorbeeld van, maar je ziet het ook op andere plekken in Brabant. De universiteiten en de kennisinstellingen die vinden het echt leuk om te zorgen dat hun know-how zo snel mogelijk bij de ondernemers komt en dat die er producten van kunnen maken. Ja, en dat is denk ik dat zijn de drie verklaringen voor het succes hier in Brabant. De laatste 3-4 jaar veel chagrijn over de economische crisis. Zijn dit lichtpuntjes? Zeker, die zijn er. Nederland heeft een sterke maakindustrie. Mensen vergeten dat wel eens. Maar 14% van ons totale bruto binnenlands product komt van die maakindustrie. Meer dan de helft van de export. Die maakindustrie is de afgelopen jaren met 7% per jaar gegroeid. Dus het is echt een industrie die in verschillende sectoren sterk staat in de wereld. Als je op Schiphol komt en je gaat 1 verdieping lager, dan heb je daar een compleet geautomatiseerd bagageafhandelingssysteem. Wordt in Nederland in elkaar gezet. Van de landen in Veghel. En wordt naar meer dan 100 landen in de wereld geëxporteerd. Als je kijkt naar de machines die cacao verwerken tot producten, die komen bijna allemaal uit Nederland. In Veldhoven worden de 85% van de chips producerende machines van de wereld gemaakt. ASML. Uniek. Ja, dus er zijn verschillende sectoren in Nederland die op wereldniveau concurreren. En nu ook binnenkort Nederlandse minis? Nederlandse mini, er staat nog 1 oude Nederlandse mini die ooit in Amersfoort bijna 50 jaar geleden in elkaar is gezet. En nu de nieuwe minis, ik vind ze hartstikke mooi, maar ze worden ook nog in Nederland gemaakt. Dus ik denk dat vele Nederlanders zo'n mini zullen kopen. Dat wordt de nieuwe wagen van het departement? Ja, ik moet dan nog ietsje krimpen. Want bij mijn auto moeten altijd nogal wat mensen meerijden en nogal wat spullen moeten er mee. Maar in ieder geval voor de vrije tijd lijkt het me een geweldige wagen.